besloten enkele achterhoekers dat het in de Nederlandse popmuziek maar eens afgelopen moest zijn met de overheersing van de Hollanders. Het was hoog tijd dat taal en cultuur van de Achterhoek in de rest van Nederland geaccepteerd werden. In 10 jaar tijd bereikte zanger Ben Jolink, alias Buizen Berend, drummer Brekken Jan Schamschot, bassist Wimken van Dienen en gitarist Kempen Paul Meelmoes met maar liefst 20 hits de Nederlandse top 40. En wisten ze de Achterhoekse folklore nieuw leven in te blazen. Dit is het verhaal van de Achterhoek. Het verhaal van normaal. Wat betekent het om 10 jaar normaal te zijn? Nou, 10 jaar lang ontzettend veel schik hebben en sfeer hebben onder elkaar met 4 mensen. En doordat die sfeer ontzettend goed is, kun je ook iets uitstralen naar het publiek toe. En dat heeft de boodschap wel overgebracht, kan ik wel zeggen. Tenminste, anders dan besta ik in 10 jaar. Wat moet je inleveren om 10 jaar normaal te zijn? Jan niet zoveel. Ik nou wel, man. Jan is nog steeds gelukkig getrouwd en al die toestand. Ja, dat is wel. Oh, Jan heeft weinig in mogen leveren, man. Nou, ja, hoor, ik heb een paar uur heb ik wel ingeleverd. Oh, ja. Nee, niet zo. 7 dagen in de week, maar beschikbaar. Ja. 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 Je moet ontzettend veel vrije tijd inleveren. Dat is wel. Ja. Ja, het is hobby dus. In 1975 besloten Jan Kolkman, Willem van Dijk, Ben Jolink, Jan Manschot en Ferdi Jolij een groep te vormen. Als rechtgeaarde Achterhoekers kozen ze een nogal uitdagende naam, Normaal. Normaal, omdat het begonnen is, 10 jaar geleden. Dus dan moet ik even in het geheugen. Waren we hier beiden? Nou, Ben en ik, die ben met z'n beiden, we kwamen elkaar in Enschede tegen, waar we alle twee op een academie gezeten hebben. En we namen alle twee afscheid van Enschede een bepaalde avond. En de andere dag kwam ik langs een busstation. En daar stond onder andere hier Ben Joling met een met haar Chinese ogen, een bepaalde kerel. Die mij heel bekend voorkwam. En toen heb ik hem opgepikt. En onderweg in dat busje hebben we besloten om maar een bandje. We zaten alle twee ontzettend schelden op de muziek toenmalige. Waar disco en funk en weet ik wat. Dat vonden we allemaal niks. En wie wist wel hoe dat beter moest. En zo om het overleggen. Toen bleek dus dat Ben al een aantal nummers geschreven had. En dat ik ooit een blauwe maandag gedrumd had. En toen zei, nou dan beginnen we gewoon een band. Dan moet je het verhaal afmaken, Piet. Dus we wel. Maar waar ook aan weer bezig dan? Je hebt die geheugen, het is onvoorstelbaar. Nee, maar gewoon Theo gitarist gezocht. Oh ja, en gitarist gezocht. En bassist er wel. Eerst nog wisselend op zolderkamers. Mm. En totdat. Totdat we op een gegeven moment gewoon gevraagd werden om een feestje te spelen, hè? Ja, precies. Op dat moment was het ook zo, degene die het meest kon drinken en kon erbij komen, of niet? Ja, ja. Ja. Ik heb hem hier ook eerder gekocht. Ja, ja. Je hebt er één gekocht. Het was een gezelligheidstraining. Precies. Ja, precies. Ja. Maar, en op een feestje moesten we dus een keer optreden. En we hebben vanaf dat moment ook altijd succes gehad met de optredens. Dronken en wel. Dus de andere keer was het ook wel vrij goed. In de allereerste keer was Willem er nog niet bij. Hè? En toen heb ik in de zaal zo'n lust in. Toen vond je het best wel aardig eigenlijk. Ook muzikaal wel. Maar we waren muzikaal niet zo goed. Uitgedund tot een kwartet gaan Brekken Jan Schamschot, Buizen Berend, Wimken van Dienen en Freekie Pundraut in zee met Peter Koelewijn. Die in 1975 de eerste single produceert. Hels als een jachthond. Hels als een jachthond. Hey, hey. Nee, Peter die veranderde wat aan die nummers, die 2 nummers die we brachten. En wij vonden dat goed, om reden dat het onze eerste single was. En wij dachten dat, Beppe en Hendrik krijgen een borreltje van. Wij dachten, dan staat hij er meer achter. Hè? Dus het moest gebeuren, de eerste single. Dus hij veranderde daar allerlei dingen aan. Maakte iets minder Achterhoeks, iets minder plat, iets begrijpelijk. Dat werd dus niet echt iets. En toen belde Peter weer op en toen zei hij, nou, volgens mij was het te Achterhoeks, het was niet Nederlands genoeg. Toen zeiden wij, nou nee, volgens ons was de fout dat het niet Achterhoeks genoeg was en te Nederlands. Nou, dat was dan het breekpunt. We hebben overigens nooit ruzie gehad en zijn nou nog, hebben nou nog een uitstekende relatie met PK'tje. Maar het was ook zo, en dat heb ik hem later ook wel horen zeggen, als jullie toen met het nummer Oerend Hart waren gekomen,
had ik er niks aan veranderd en dan was dat net zo goed een hit geworden. In 1977 treft Normaal met de single Oerend Hart de Roos. Oerend Hart bereikt de tweede plaats van de top 40. De Achterhoekse groep met het platte accent krijgt landelijke bekendheid, wordt door popcritici op handen gedragen en komt direct in de hitlijsten terug met Ali. Minder succesvolle single Daldeen bereikt Normaal in 1978 opnieuw de top 40. Zanger Jolink blijkt zich in toenemende mate af te zetten tegen de stadscultuur van West-Nederland. Hij wil de tolk zijn van het leven op het platteland. De zanger van het boerenlied. Ik woon een steenworp hier vandaan. En dit is gewoon mijn stamcafé. Dat wil zeggen, het enige café waar ik ooit naartoe ga. Wat betekent het café in het bestaan van Normaal? Men vraagt wel eens, kennissen uit Amsterdam, wat... Wat doen jullie nou zo de hele dag in de Achterhoek? Hè? Bij ons zijn de nieuwste films, lezingen, openingen, culturele gebeurtenissen. Noem allemaal maar op, maar alles gebeurt in Amsterdam. En dan zeg ik, ja, wat doen we nou bij ons in de Achterhoek? We gaan gewoon als je even niks te doen hebt. Want dat, als je een huis en een tuin hebt, heb je altijd wel wat te doen. Maar als je dan eens even niks wil doen, dan ga je hier aan deze tafel zitten. Nou, en wie er dan ook binnenkomt, en er zijn er altijd wel een paar. En hier in Achterhoek praten we graag over elkaar. Ik ben helemaal niet meer eens dat zoiets roddelen heet. Dat is gewoon interesse in je medemens.
En heb je dat al gehoord of heb je dat al gehoord? Nou, met een nieuwtje. Ja, het ene verhaal lokt het andere uit. En ja, moet ik toch ook wel zeggen dat de onlangs overleden caféhouwer, dat is onze allergrootste inspirator geweest. Hoe dan ook alle tijden, die man die was de beste verteller die ik ooit heb meegemaakt. Beste acteur ook, nou die inspireerde ons gewoon. Alle kleine voorvalletjes, alle alledaagse leuke dingen, die vertelden wij aan hem of hij vertelde wat hij had meegemaakt aan ons. Nou, hij was weg geweest, Duitje, maar natuurlijk, je bent Achterhoeker. En Achterhoeker verschilt in zijn algemeenheid, verschilt van, nou ja, van al het andere. Maar verschilt ook van een Brabander, van een Westeling, van een Groninger. Het gezegde hier is ook, hè, God schiep bij het gouden korenaar en de Drenthe en de Twentenaar. En van de afval in de rest schiep hij die knootzakken naar het Westen. Is dat natuurlijk een heel flauw aftreksel. Maar ik kan me wel herinneren dat hij vertelde dat er hier een boer in de buurt was. Die vertelde, die kon ook mooi vertellen, maar Pruis vertelde dat dan weer na en die zat er dan. Wow. En die zei, nou, ik kan me nog een strenge winter herinneren. Dat was in 78, toen was er ook een strenge winter. Ha, jongens. En wanneer was het? 52. Dat was een strenge winter. Die winters van ouders toch helemaal niks meer. En toen was het helemaal besneeuwd, maar die boer had schade van dat de knollen op het land, die werden hem afgevreten door die ganzen die in Zutphen op de gracht zaten. Dat is die kamp op 20 kilometer verder. En die boer dacht, dat kan toch ook zo niet langer. Dus die had een slim plan. Die ging naar de coöperatie en die kocht zich een touw van een meter of 50. En dan maakte die allemaal kleine touwtjes aan. Van vliegentouw met zo'n palinghaak eraan. En aan die palinghaak ging een stukken brood en dat soort dingen. Die ganzen wel lusten. Dat legde hij zo kriskras over het land. Met de houweel in de bevroren grond maakte hij een gat in de grond. Hij ging met het uiteinde van dat touw in dat gat, ging hij zelf zitten, wit laken over de kop, dat hij hem in de sneeuw niet zo goed kon zien. En een jachtgeweer in de klauw. En een flinke bums patroon in de zak. Enfin, het werd net donker en kwamen die ganzen eraan in de boer. Nee, mooi zo. Die klapt het geweer nog eens open, zo. Die gaat er zitten wachten. Maar die denkt, die voelt dan dat touw. Zegt, oh, er zitten er al een paar aan. Potver, wat een trekkers, hè? Dus die knoopt dat touw om zijn middel. En wacht tot het getrek zo erg wordt dat hij bijna uit het gat gesleurd wordt. Dus die gooit zo dat laken van zich af en springt dat gat uit. Nou, en die ganzen schrikken zich het apelaars. Dus die beginnen naar te vliegen. En die boer die wil schieten, maar die maakt passen van 5 meter per stuk. En wordt zo in de lucht ingesleurd. Vliegt rakelings langs die grote eikom. En als het touw niet geknapt was, dan was hij dus in Zutphen terechtgekomen. Maar zei hij erbij achteraan, vertel het dan niemand verder, want ik wil het voor mijn eigen vrouw nog niet weten. Ze nam was Hendrik Haverkamp, een kleine 40 jaar. Het hele daar dat kende maar, want altijd was hij al de waar. Van kiekers door de heiden maken Hendrik met de petten op en oor. Zijn moeder was vrouw Haverkamp, wied en superkend. Die had het bank in vreemden, dat prachtig zangtalent en is om. Het repertoire, vooral de optredens van Normaal, krijgt er een dimensie bij als buurtgenoten en stamgasten ten tonele worden gevoerd om de Achterhoekse folklore gestalte te geven. Dat is ook zoiets hier uit Rijden, maar dat zijn stamgasten hier. Hendrik Haverkamp, noem maar op. Hendrik hier. Ik heb de jongens leren kennen, daar ben ik zo zwart, maar ik ben hier op Koska. Ja. En dan ben ik nog een beetje binnen en zo, ik heb jullie contact gekregen met. Eenvoudig manier. Ja. Ja. Eerlijk en eenvoudig manier. Hier zo, aan tafel, hè? Aan tafel. Ja. Ik ondertitel wel.
Nee, het is 75. Ik wist geen gast, ik wist wat ik doe in mijn landen. Maar zo is het wel of niet, Hendrik? He? Hier aan tafel, ja. Gewoon door, met elkaar. Nee, dat, ja. Het gebeurt vaak zo dat... Heb ik contact met de jongen. We zitten hier gewoon voor een optreden. En dan, of Hendrik zit er, of grote Hendrik. Dus deze noemen we dan voor het gemak kleine Hendrik. En dan, ja, dan zeggen we, hij zin om mee te gaan. Nou, dat gebeurt wel eens dat ze dan ja zeggen. En die nemen we dan gewoon mee. Give a bit to me. Give a bit to you. Give a bit to me. Give it to you. Give a bit to me. Ja, wij maken rock and roll met Hoempa elementen. En misschien zou je de randfiguren als die Hoempa-elementen kunnen zien, of de belichaming ervan. Ze waren, in ieder geval hebben ze in die laatste single, Conde B, hebben ze zich verenigd in het gilde van de Gulden Greep. En de greep, dat is een mesvork, of het kan ook een stemvork zijn. Dat is voor ons hetzelfde, mesvork of stemvork. Kom erbij. Bij ons kan alles op de boerderij. Kom erbij. Het is onderwets gezellig en de toegang die is vrij. Daar is zo'n 10 jaar terug, de tijd ging als te vlug. Wie hebt ons verenigd in een vereniging? Het gilde van de Gulden Greep. Hakkers, eerste klas. Een stemvark of een mesvark die voor ons hetzelfde was. In de rij. Iedereen is steeds voor onze boerderij. Kom erbij. Behalve buren en stamgasten wordt ook het publiek bij normaals boerenleven betrokken. Dat geldt niet alleen voor de onstuitbare dorst naar bier en de daaruit voortkomende handtastelijkheden, maar ook voor de uit volle kelen meegebrulde Achterhoekse volksliederen als Vrouw Haverkamp. Ik tel af. Vrouw, ja. 1, 2, 3. Vrouw Haverkamp, vrouw Haverkamp, wat heb je grote teken. Hoe ben je dat? Ik heb ze zelf in handen gehad. Ik heb ze op en neer zien gaan. Ik heb ze op. Verlaat Ferdi Jolij alias Freekie Puntdraad de groep. Zijn plaats wordt ingenomen door de Engelse gitarist Alan Gascoigne, bijgenaamd de Gaspieper. De handen klam. Ik had een kater en een bruggenbek. Ik had een blues. Vanaf 1981 scoort Normaal jaarlijks 3 hits. Net als gisteren is Normaal's eerste succes van 1981. Het wordt gevolgd door de Achterhoek Boogie en het stampende Oeh, wat een volk.
volkse muziek. Normaal, dat zonder meer. Maar maar dat is ook een rol toch ook? Ja. Dat is ook volkse muziek. Ja. Dus de meest geschikte muziek om feest bij te maken. Dus als er op een gegeven moment... ja, wij hebben nooit moeilijk gedaan over het feit dat er... Dat we hoempa elementen, ja, ik zeg maar hoempa, maar voor mij noemen we het Egeländer of zo. In ieder geval amazing muziek, dat het dat in zich heeft. Dat is gewoon zo. Het is, ja, dat heeft goede rock en roll ook gehad, maar ik weet niet, het is maar wat voor naam je aan het beestje geeft, maar dat vind ik niet echt belangrijk. Nederlandse roots, of niet? Want rock en roll zijn eigenlijk Amerikaanse of Engelse roots. En wij brengen de Nederlandse invloed in. Ja. En schamen ons daar absoluut niet voor. Ik was altijd nog wel te degen geïnspireerd door Frits Hademacher. Ja. Een of andere vreemde wijze, loerende klokken. Ja, mooi. Heeft bij mij als kind, was ik toen 8, 9 jaar of zo. Vanaf dat moment is mij dat altijd wel bijgebleven. Dus ja, ook hier in Nederland werd ik al wel geïnspireerd toch wel het schrijven van eigen nummers. Toch wel? Ja. In 1982 is het weer drie keer raak. Te beginnen met de carnavalshit Mama, Waar Is Mijn Pils? Toen ik op safari was in donker Afrika, stond ik plotseling voor een leeuw, ik schrok me helemaal naar. Iedereen ging op de loop, ik denk het moet gebeuren. Ik denk de leeuw, dan vret me op, maar dit was wat ik hoorde. Mama, waar is mijn pils? Mijn pilsje van ik wil. Papa, waar is mijn pils? Mijn pilsje van ik wil. Heb niemand dan mijn pils gezien? Ik lust er wel een stuk of tien. Mama, waar is mijn pilsje dan? Mijn pilsje van ik wil. Ondanks de grote hitte bleef ik in Afrika en trof ik door een inboorling uur naam als Mamika. Binnen 14 dagen was ik met haar getrouwd, maar op de bruiloft was je bier, dat heb je dan niet gebrouwd. Hey, mama, waar is mijn pils? Mijn pilsje ben ik kwijt. Papa, waar is mijn pils? Mijn pilsje ben ik kwijt. Heeft niemand aan mijn pils gezien? Ik lust er wel een stuk of tien. Do it off the stairs, do it off the stairs.
Nummers als Mama, waar is mijn pils? Niet naar huis toe gaan en deur donderen. Ontvang normaal tijdens Veronica's Popnacht van 1982 een gouden LP. Een gouden LP voor de verkoop van meer dan 50.000 LP's en muziekdusjes in Nederland. Voor de LP deur donderen. Achter het succes van Normaal, waarin eind 1982 de gastpieper wordt opgevolgd door Kempen Paul Meelmoes, is de bijzondere band met het publiek. Normaal optredens zijn ware veldslagen en zitten altijd vol verrassingen. Ze worden door de fans aangegrepen om te heuken en te brekken, zoals uit de band springen in het Achterhoeks wordt genoemd. Om het contact met de fans in stand te houden, is Normaal 7 maanden per jaar op tournee. Dan verzamelt de groep zich een aantal keren per week in hun woonplaats Zelhem, niet ver van Doetinchem, voor een van de vele reizen door het land. Volkenburg en Winschoten en dan... Ja, doe maar. Gelukkig. Sinds we deze bus hebben, wat dat toch min of meer een rijdende huiskamer is, is het reizen wel een stuk aangenamer geworden. Ja, nou. Ik ben hier met drank in de koelbox. Maar een lieke waarde, hoor. Een hoop schik gehad, joh. Ja, zeker. Maar toen was ook meestal onder invloed van... Ja, van die stank van die lieke. Ja. Soms denk ik wel dat dit is te comfortabel. Dit is de TV, koelkast, ja. Vette penske. Goed. Hey, die blanke sabeldans. Ik weet niet, doe dezelfde set en verander we nog wat. Ik heb nou niet zo goed spelen, ik speel altijd veel te goed spelen. Ik heb hem iets gespeeld. Dan worden we helemaal bleu van. Could you play more brilliant? Ja. Could you play more brilliant? Nee, maar het intro van de blanke sabeldans. Oh ja, dat moet allemaal doen. Ja. En niet dat loopje. Dan doe ik down. Ja, maar dan kun je het ook de hen doen. Maar niet meer dat wat... Kun je het was de hen doen, of niet? Maar niet meer dat intro loopje. Hé? Dat doe ik niet. Maar dat kan toch tegelijkertijd niet? Maar ik denk dat de blanke sabel dan maar goed voor met de sletbak. Ja. De blanke sabel met de sletbak in een hele grote bananen. Ja, dat kan. Bananen verdwijn echt. Maar we zulke grote bananen hebben ze niet. Bananen verdwijnen met de sleutelbaan. Oh, dan doe ik een komkommer. Doe ik komkommer met een geile bas. Nee, dat is een heel ander ding. Ja, dat is zo'n antieke motorrally is dat. Hartstikke mooi. Ik zag straks een mooie BSA, jongen. Wat is dat er voor een? Merk een Engelbeer. Oh ja, en dat is ook veteranen cross. Oh, dat is ondergoed. Oh, ah, mooi ding wel. Oh, sorry. Thank you.
de buk inhalen. Maar niet menske, volgende mens. Jij hebt die kazoen, zo niet? Ja, dat is wel. Tenminste, familie. Ja. Zo. En ik kan even toch beginnen. Van ja, trek ooit de school. Oh, dat vind ik wel verstandig. Ja. Dat ligt wel verdomd op een ander neus. Hé, leuk hè, hoor je dat? Zie je nu? Huh? Ja, kijk. Wat zingen ze dan? Ja. Oh ja. Wat hè? Special! Bereikt dat Kumpenau van de 9e plaats op de top 40. Het is nogmaals eerste hit van het jaar. Dat Kumpenau van, dat Kumpenau van. Eigen schuld, die bund ook altijd iets aparts van van. Dat Kumpenau van, dat Kumpenau van. Ik trek toen nergens nooit geen ene kool van bal van aan. Op een maandagmiddag om een uur of zes. Politie hield mijn hand, vroeg voor die in het café geweest. Ik zei ik ben artiest, dus sowieso niet wies. Hij zei ik heb nog heftig maar een rijbewijs. Dat komt er nou van, dat komt er nou van. Eigen schuld, die punt ook altijd iets aparts van van. Dat komt er nou van, dat komt er nou van. Die wil toch altijd iets wat een ander niet kan.
Het bonkige, dat Kump er nou van, wordt afgewisseld met het aanstekelijke De Boer is Troef, waarin een hoofdrol is weggelegd voor kleine Hendrik. Zo hier en door, dan zie nog wel eens een ouderwetse boer. Die kan zich nauwelijks redden, maar toch geldt hevig stoer. Waar ouderwetse keihard werken, drukken er al bij. Maar als maans de wekker geeft, begint het weer op een nee. De boer is troef. Is de derde hit in 1983. Een lied over een Tiroler filmster. Als compositie is Heidi een goed voorbeeld van normaal spoorliefde voor het mengen van volkse teksten met keiharde rock'n'roll. Zo'n 15 jaar geleden zag ik mooie films als Tirol. Geen ander halfboer speelter zat die door in Karsjon vol. Die ganze bioscoop en die liefde aan niet zo koop. De boertige leuk van Normaal, gevoegd bij de komieke uitstraling van zanger Buizen Berend, brengen Veronica op het idee rond Normaal een komische serie op te nemen over de onafhankelijkheidsverklaring van de Achterhoek. Tot op heden heeft de serie Als ik aan de macht was de buis nog niet bereikt. Maar in dit verhaal van Normaal wordt een tipje van de sluier opgelicht. Ik heb het vol en jong, de geef me trouw van op hand.
ja, of onder Wageningen, dan maakt me nog niks uit. Waarmee normaal in 1980 de Nederlandse taal bereikte. Voor de fans is heuken een begrip geworden dat nauwelijks hoeft te worden toegelicht. Zo moet het blijven! Wat doen die erop? Eén dier! Ja, dat was heuken! Heuken! Even alle frustraties tijdens je werk, hè, dus je dagelijks leven even van je afgooien. En eventjes lekker uitleven. Daarom ben ik hier. Ga je na afloop nog heuken? Drie maal daags. Bij het opstaan, voor de lunch en voordat ik weer naar bed te gaan. Je hoort het, het is het enige middel om frustraties en stress tegen te gaan. In 1984 consolideert Normaal haar positie in de vaderlandse popmuziek met wederom drie hits op een rij. Politiek, De Klok op Rock en Hikiki Wokan. Go on, 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 go on
datzelfde jaar, 1984, opent Normaal de Commodore Studios, waar de groep zich in alle rust kan toeleggen op de productie van eigen en andermans materiaal. En waar zelfs Boy George van Culture Club een aantal weken heeft gebivakkeerd. Het was makkelijk natuurlijk, dat we voor een LP dus niet een maand lang van huis af zijn en in een hotel ergens in het westen des lands. Dan zitten we nou gewoon in onze achtertuin op te nemen. Dat is heel prettig. Voor ons huiselijk ingestelde boerenhufters is dat gewoon heel belangrijk. Creatief gezien is het ook eigenlijk nog belangrijk. Dat is een nog belangrijkere reden. Als je een idee hebt. In de eerste plaats repeteren, wat we nu aan het doen zijn. Tweede plaats, als je een idee hebt, nummer geschreven, dan stap je even op de fiets en dan gaan we dat hier even vastleggen. He, dat werkt gewoon 100 keer sneller natuurlijk. Het is veel prettiger. Het is eigenlijk wel heel luxe. Maar maak nou eens een liedje. Nou. Flauw. Ja, flauw, hè. Hoe laat dat dan? Op je gitaar proberen? Oh, was dat pien in de kop, hè? Ja. Toch niet aap, hè? Oh ja. Soms heeft ze pien in de kop. Dan doet ze het zozeer. Ja, zie je, ik wil dat zeggen, dat is geen uit. Soms heb ze pijn in de kop, de maag is dol en de buiten doet ze zeer. Dan heeft ze volle slaap, de punt, jonge bischop en nog volle meer. Nou, dat is bijvoorbeeld iets, dat heeft Willem dan, dat is iets van Willem. En dan gaan we dan soms soort dingen, meer even niet, we wisten van spreken. En dan gaan we verder aan het uitbreiden van hoe je dan met het couplet eventueel wat zou kunnen doen. Zoiets, dat of niet Willem, hè? Ja, zeker. En dan, ik wil iets met mijn denen. Ja, of ik. Ja, dit stukje tekst bij jou. Ja, zie wel, dat is leuk. Maar is en de vrienden doen de zeer. En ik zie op, en mijn jonge beetje op. Maar zo kun je wel 10 nummers maken. In een uur hebben we wel 10 van die ideeën op de rij staan. Nou, en vaak worden dus 2-3 ideeën samengevoegd tot 1 nummer. Ja. Ja, kijk, dit is toch wel de ideale. Als je gewoon iets hebt wat helemaal niet af is of zo, dan ga je meteen zeggen van, dit stuk vind ik in ieder geval hartstikke leuk. Zoals was dat refreintje en zo, en dan neem je het even op. En dan iedereen maakt een kopietje van een cassette, stop je in de zak, neem je mee naar huis. En ga je er zelf nog eens wat mee pielen, je eigen partij daarop invullen. En het werkt natuurlijk wel goed. De kast alleen niet al te klein, die hier wel wat van strok. Pakkende je never voor les en nam een grote schot. Toen zag je er wat vleuriger en heel eindelijk met. Sluit eens niet, toen lag ik er. Ik denk dat vergeet. Verhaken en verbreken, is dit een prima hap. Kom, kind, het is maar tijdelijk, want wie zet de klok op raak? Het is van, ze kletst een oude hoer, twaar aan.
Het 10 jaar lang op de been houden van een popgroep is geen eenvoudige zaak. Normaals zakelijk leider, Mick Froeling, heeft de carrière van Normaal vanaf het begin meegemaakt. Als geen ander weet hij wat ervoor komt kijken om een groep bijeen te houden en steeds opnieuw de weg te wijzen naar een volgend succes. Dat betekent 10 jaar, 7 dagen bezig zijn. Circus. Je bezighouden met emotie. Die jongens die brouwen wat. En ik vertaal dat zakelijk. En onderling houden we daar zoveel contact over dat zij zoveel voeling met geel houden dat ze weten. Als je wat doet, dan moet je zo kanaliseren dat er geld uitkomt. En daarvoor moet je de fans weer een hoop geven, zodat je zelf kan leven. Dus als het ware een circus runnen. Maar dat doe je met z'n allen. De ene helft verzorgt het meest creatieve deel. En ik vertaal dat naar een zakelijke kant, zodat er guldens uitkomen. Want je moet tenslotte leven. Dat mag wel lachen, is niet? Dat zonder meer. Maar ben je ook een wilde beestentemmer in dat serie? Beetje? Jawel. En chauffeur, shower, ober. Ombudsman. Alles. Wat je maar wil. Alles. En ik denk dat dat ook... kijk, in Nederland, dat heeft de tijd bewezen, is het heel moeilijk om een ventje bij elkaar te houden. En nou, als je met een stel makkers bij elkaar bent die elkaar ook geestelijk een beetje aanvoelen, dan vertrouw je elkaar en je houdt alles open, dan lukt dat gewoon. Teamwork, hè? Ja. Ik bedoel, aan sterrennom, daar hebben we niet zoveel aan. Om een voorbeeld te noemen, ik lul het meeste, maar intern is dat bepaald niet zo. Dat is gewoon, hun hebben ook liever dat ik dat op krap. Maar het is intern bepaald niet zo, het is een vrij democratisch gebeuren. Tijd heeft Normaal met 20 hits en vele gouden platen bewezen dat de groep in haar opzet is geslaagd om met behulp van het medium popmuziek de Achterhoek uit zijn isolement te verlossen. Een prestatie die bewondering afdwingt. Welke bijdrage heeft Normaal aan de Nederlandse muziek geleverd, denk jij? Nou, het is de uitvinder, denk ik, van wat later een hele belangrijke stroming is geworden, dialectachtige popmuziek. Dus, na Normaal zijn er toch een groot aantal groepen geweest die dat gebezigd hebben. Dat sommigen zelfs die het heel ver geschopt hebben. Het opnieuw waarderen, denk ik, van rock and roll is een belangrijk punt van het vriendschap van Normaal geweest. Dat gebeurt iedere keer, maar ook ons ook een paar keer weer. En het oude bandjes idee, denk ik, dat in de 60 jaren toch ontstond, dat daarna helemaal uit de tijd is geweest vanwege de professionele aanpak van verschillende groepen. En dat hebben wij toch ook opnieuw weer aangepakt. En is na ons door verschillende andere groepen. Ja, ook al is het niet zo, toch hebben de fans en de mensen in de zaal nog steeds het idee dat we gewoon 4 boeren met een zoon vanuit de boerderij zo spontaan op het podium dondert. Dat is niet helemaal gelijk de realiteit. Maar ik vind het prettig dat de mensen ons zo zien. Ja. Ooh, 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 oo
staat de keel die de snelheid van een motor niet kan. Met de spreader op en tieners kwam de lak achteraan. En iedereen die zei van nu, hoor je nooit meer wat van. Zie je nooit, nee, nee, nooit. Nooit meer uur aan taan. Zie je nooit, nee, nee, nooit. Oh!